Interesting. Are we going? Oké. Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn in het echt. En hopelijk zijn er ook een paar mensen online aan het kijken. Jullie ook welkom. Ik hoop dat je een goede stoel hebt. En misschien een kopje thee. Of liever iets kouders. Een koud biertje. Ik ga een tekst voorlezen die ik heb geschreven. Tegelijk met het maken van deze werk hier achter me. Ik hoop dat je dat thuis ook kan zien. Ik heb dit in de laatste paar maanden gemaakt. En ik ga dus best wel een lange tekst voorlezen. Maar het is oké als je af en toe een beetje wegdroomt en weer terugkomt. Ga maar gewoon lekker luisteren en kijk af en toe om je heen. Dat mag ook allemaal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het heet, soms vraag ik mij af of ik in een ander leven kan passen. 1. Heb ik wel de goede rol gekozen? Heb ik niet per ongeluk het script van iemand anders gekregen? Ben ik te vaak verhuisd? Krijg ik de post van iemand anders? Zien mijn vrienden mij aan voor iemand die ik niet ben? Op welke momenten had ik iemand anders kunnen worden? Heeft het noodlot bepaald waar ik nu zit of sta? Op deze stoel, in dit huis, met koude voeten. In de Griekse mythologie heet het lot de moraie. In het christendom noemen ze hem God. In het Oud-Saxisch noemen ze hem Woerd. In de Noorse mythologie zit het lot in de drie schikgodinnen. Woerd, Verdandi en Skuld. Ook wel de Noornen genoemd. Zelfs het lot lijkt meerdere levens te hebben. Het park is de tuin geworden van iedereen, de sportschool en de kroeg. De speeltuin van de balkonkinderen, de huiskamer van de vrienden zonder ruimte. Ik wandel er rustig. Heb het gevoel dat ik moet genieten, maar voel me toch vooral alleen. Wandelen gaat in dit park blijkbaar altijd in paren en ik voel me een soort verloren sok. Ik denk erover om uit dit park te stappen. Naar huis te gaan, me iets minder openbaar alleen te voelen. Tot ik jou zie. Je rent, alleen natuurlijk, en het lijkt alsof je aan het huppelen bent. Je broek is erg kort, je benen lang, al komt dat misschien deels door de broek. Je ogen zijn blauw, denk ik. Je kijkt me aan, net zo lang tot je me voorbij rent. Ik durf niet om te kijken. Ik besluit te blijven lopen. Te blijven lopen en maar lopen en lopen. Ik loop de marathon in dit park. Kruis jou elke keer op een ander punt. We maken rondjes in tegengestelde richting. Er moet een moment komen dat we glimlachen. Er komt een moment dat we glimlachen. Er moet een moment komen dat we stoppen. Er moet een moment komen dat het donker wordt. Het schemert al. Je rent me weer voorbij en ik spreek af met mezelf dat ik je nu moet aanspreken. De volgende ronde. Ik kan mezelf een kunstenaar noemen. Doe dat toch vaak maar niet, want ik weet eigenlijk niet waarom. Mezelf een tekenaar noemen doe ik wel. Dat gaat makkelijk, net als de tekeningen zelf. Het is alsof ik mijn krijt naar het papier kan gooien en het lukt. Bijna altijd, op een enkele dag na, gaat dat goed. Ik zou de tuinier van mijn tekeningen kunnen zijn. Bijna altijd komen de zaadjes uit. Ze groeien en groeien, sommige wat uitbundiger of opvallender dan de ander, maar ze maken samen een mooie tuin. Als er iets niet opkomt, neemt een ander zijn plaats in. Toen ik een jaar geleden meedeed aan een tentoonstelling, was dit de tekst die ernaast hing. Het werk van Vere van der Veen verhoudt zich tot de ongrijpbaarheid van het bestaan. In deze 5 schilderijen opent ze een ruimte waarin een mens aanwezig is en tegelijkertijd verdwijnt. Alsof ze toevallig in het schilderij gevallen zijn. Vanuit haar hoofd op reis naar hun eigen verhaal. Ze zijn zowel personages als passanten. Allebei even belangrijk. Ik heb vaak naar deze tekst gekeken, teruglezend wat ik dan blijkbaar had gedaan. Ik word verrast door hoe het klopt. Dat er in woorden staat wat zonder woorden is gebeurd. Die keer dat je in het park op mijn schouder tikte, was niet de laatste keer dat je mij verraste. Het lijkt wel alsof je vanaf toen altijd van een andere kant kon komen.
Verrassingen hingen altijd om jou heen, als een aura, zwevend en golvend zonder dat iemand het ziet. De moirai, de personificatie van het lot volgens de Griekse mythologie, blijkt uit 3 godinnen te bestaan. Clotho, Lachesis en Atropos. 3 dames die met elkaar discussiëren over de mensen. Zij spinnen met z'n 3 ieders leven uit. Clotho, de spinster, begint de draad. Heeft mij mijn moeder gegeven, mijn vader, mijn geboorteplaats Amsterdam, mijn angst voor ruzie, mijn longen die me in de steek lieten toen ik 1 was en mij weer tot leven wekte, mijn eerste lach toen mijn moeder nieste. Lachesis neemt de draad van Clotho over. Rolt de gespannen draad op of houdt hem vast. Zij bepaalt wanneer ik stop en wanneer ik doorga. Het schijnt dat ze dat doet door loodjes te trekken. Dat is frustrerend. Het lot is dus toch toevallig. Zelfs Lachesis bepaalt het niet echt zelf. Atropos komt aan het einde van mijn leven. Zij besluit wanneer de draad lang genoeg is. Zou het niet beter zijn om deze 3 godinnen, de moirai, op een wolk te zien zitten? Discusserend over de stappen die ik zet. Alle twijfels die ik voel zijn onenigheden tussen hen. Zekerheid is het moment dat zij het eens zijn met elkaar. Zijn ze het één geweest toen ik jou mijn nummer gaf? Waren ze het eens toen ik jou kuste? Hebben ze jou laten besluiten te gaan hardlopen? Hebben ze de rest ook al bedacht? Zijn alle loodjes al getrokken? Nu is het de bedoeling dat ik afstudeer. Dat klinkt bijna hetzelfde als ik kan mezelf een kunstenaar noemen. Een beetje twijfelend, maar waarschijnlijk wel waar. Als ik de dag begin, weet ik zelden wat ik aan het einde van de dag heb gemaakt. Mijn plannen blijven uit, maar er gebeurt wel altijd wat. Mijn tekeningen komen voort uit heel veel hoofden. Het voelt als een geheim dat ik een beeldarchief heb. Ik heb een mapje, een geheime plek vol plaatjes, geen porno, nee, een map vol mensen, schilderijen, tekeningen, foto's van anderen en van mezelf. Het is mijn archief. Er zijn filmstills van Tarkovsky, Stalker, liggend in het water, de professor opgekruld met zijn handen tussen zijn benen als een kind, vooral liggende mensen op de een of andere manier. Er zitten in het archief veel foto's van zeppelins en vliegtuigen. Vliegtuigen uit de lucht gegrepen met mijn iPhone, maar ook oude oorlogsfotografie. Ansichtkaarten, trotse piloten naast hun vliegtuig. Alsof ze niet geloven dat zo'n ding in die periode vaker neerstortte dan bleef vliegen. Het vliegtuig van Pippi Langkous. De zeppelins aan dunne touwtjes, daar moet ik vaak aan denken als ik me verdrietig voel. Er zijn familiefoto's. Ik ken niemand, maar het hadden zo mijn familieleden kunnen zijn. Een foto van een reddingshuisje in de Waddenzee. Circusmensen. Een vrouw met een baard. Een kind met 4 benen. Een man die vecht of knuffelt. Ben over beide zaken niet zeker met een tijger. Een clown die met 8 hoofden jong leert. Een dikke vrouw met kopjes thee op haar borsten. Griekse en Romeinse standbeelden. Filmstills. Mensen uit films van Wes Anderson. Ik weet niet meer hoe ze heten en in welke film ze precies zaten, maar er is die liftjongen, de vissers met rode mutsen, hierdoor heb ik zelf ook een rode muts, dat meisje met een wijnvlek, die dame in bontjas. Er zijn ook filmstills uit The Dreamers, verliefd op alle 3 de personages. Foto's van Martin Parr, dat zijn veel mensen op een strand. Veel toeristen, dat is logisch. Mensen op stranden zijn vaak toeristen, behalve nu. James Dean. Er zijn foto's die denk ik uit magazines komen zoals The Vogue of Elle of Elegance of zoiets. Een dinosaurus op een fiets. Pinguïns, zwanen, honden, krokodillen, vogels, haaien. De dingen die ik maak zijn niet voor schermen. Dat realiseer ik mij meer en meer. Het is goed dat iemand die het ziet kan zien dat de stof glanst. Dat de randen niet recht geknipt zijn. Ik wil dat iemand er dichtbij kan komen zonder met zijn neus tegen een scherm te hoeven zitten. Als je voorzichtig bent, mag je het best even aanraken. 2. Ik werd uitgenodigd om iets voor te lezen. Er waren meer dan 3 mensen in de ruimte. Meer dan 3 mensen die ik niet kende.
meer dan ik had verwacht, niet eens had durven hopen. Aan alle zijdes van de ruimte waren ramen. Het had een vuurtoren kunnen zijn. Ik was vergeten hoe het klinkt als stemmen ruimtes vullen. Hoe het is om te luisteren naar iemand die je zingend een beetje raakt. Ik zat te dichtbij, maar het maakte me even niet uit. Er was iemand die heel hard zong. Maar het leek er niet op dat hij dat expres deed. Het gebeurde gewoon, net zoals de zon ineens onderging. Alles werd oranje en iedereen leek een blos op zijn wangen te krijgen. Alsof we allemaal een beetje verlegen werden van elkaar en van dat licht. Alsof we allemaal verliefd waren op de zon. Af en toe gluren naar hoe ze verdween. In dat licht las ik iets voor dat ik een paar dagen geleden schreef. Komt-ie. Mijn ogen brandden tegen de lucht. Ik heb geslapen met lens in en toen ik naar buiten stapte, wist ik niet of het mistig was of dat mijn ogen wazig waren. Dat klinkt als iets dat niet goed is. Maar ik wilde je vannacht kunnen zien. Ik wilde je ook kunnen zien als je meer dan 20 centimeter van me af lag. Met open ogen zie ik heel veel zorgen. Het valt me op dat je een open blik hebt. Je ogen alles op te lijken willen zuigen, inclusief mijzelf. Maar tegelijk zijn ze treurig. Word ik verdrietig als ik er te lang in kijk. Het is me nog niet duidelijk waar je precies verdrietig over bent, maar ik kan je wel vasthouden. Je vertelde dat ik heb gepraat in mijn slaap. Terwijl ik het gevoel heb dat ik überhaupt nauwelijks heb geslapen. Het voelde alsof ik in blokjes sliep. Steeds een nieuwe baksteen om een muur te bouwen. Een muur van slaap die ik om mezelf heen aan het metselen was, totdat ik echt in slaap zou vallen. Mijn gepraat in mijn slaap was blijkbaar het hardop noemen van een recept. Gek, want ik kook zelden en heb naar mijn idee nog nooit een recept onthouden. Misschien ben ik in mijn slaap iemand anders. Toen ik vannacht verstrengeld met jou wakker werd, wist ik niet of ik nat was van jouw zweet of het mijne. We waren aan elkaar geplakt en ik voelde je ademen in mijn nek. Je sliep en je hield me stevig vast. Ik zag net dat ik mijn onderbroek verkeerd om heb aangetrokken. Het is belangrijk om af en toe een koprol te doen. Het liefst in het gras. Een paar vlekken krijgen op je kleding, een vlek op je rug waarvan je later kan denken, hoe kom ik daar nou aan? En je dan te herinneren dat je een koprol maakte. Je moet glimlachen, want het is natuurlijk eigenlijk een belachelijk idee. Eigenlijk best eng om je te leren kennen zonder afleiding. Ik praat met je over de kleuren van je kamermuur. Alleen je huisgenoot ziet dat jij je hand op mijn knie legt. We bepalen zelf welke muziek we horen tijdens het eten. We verzinnen zelf het verhaal achter de wijn. Als we allebei niks zeggen, is het stil. We luisteren niet mee met anderen. Kunnen alleen over onze eigen toekomst fantaseren. Ik vraag me af of ik je wel eens heb getekend. Of ik per ongeluk je neus eens heb vastgelegd in een lijn. Of je zit in de benen van de man die ik tekende in het blauw. Of ik je in mijn hoofd al eerder kende dan met mijn ogen. Misschien heb ik je al eens gevonden, maar wist ik niet dat jij het was. In de vensterbank liggen 3 dode lieve heersbeestjes met allemaal een andere kleurstelling. Ik bedenk me dat ik zin heb om op vakantie te gaan en dat ik nog nooit met 1 iemand anders op vakantie ben geweest. Het is jammer dat we momenteel niet naar de eilanden mogen. Dat zou perfect zijn. Je kan er met een boot naartoe. Je kan dingen achterlaten op het vasteland. Er is een moment van wegwaaien. Je drinkt de dure koffie die niet heel lekker is, maar er is niks anders. Ik zou mijn hoed opzetten met lint aan de zijkanten, die ik vastknoop onder mijn kin, zodat er niets kan wegvliegen. Jij hebt een net geslepen zakmes waar je een appel mee schilt. We kennen elkaar nog steeds niet, maar we hebben elkaar gezien. Ik wist dat ik niet te snel had voorgelezen. Ik liet pauzes vallen op de juiste stukken en struikelde over geen enkel woord. Er valt niks te behalen met goed voorlezen. Iedereen kan het. Al helemaal in de hoeken waar de schrijvers zijn. De kringen, de poelen waar ze allemaal in zitten. Het schrijverszwembad. Met de klassiekers die baantjes trekken, ze hebben zekerheid, blijven maar doorgaan tot in de eeuwigheid. De nieuwelingen zitten in het bubbelbad. Dicht op elkaar, mensen willen bij hun horen. Ook in de kring, wie weet wat er onder de bubbels gebeurt.
Het golfslagbad is waar de vergeten schrijvers af en toe boven komen en weer verdwijnen. Ik sta op de duikplank. Mede-ambitieuze schrijvers naast me of achter mij in de rij. Als ze te lang vinden duren, duwen ze me er zo in. Schrik ik en zink ik naar beneden. Vergeet alweer. Eerst moet ik springen en dan moet ik boven zien te blijven. Trappelen. Trappelen tot je adem op is. De muzikanten bouwen na mijn verhaal het podium op. Het podium voor niemand. Ze staan in plaats van naar een publiek gericht naar elkaar toe. Ik ben een vergeten publiek. Het is de eerste keer dat ik naar de rug kijk van iemand die zingt. Zijn schouderbladen lijken los te willen breken bij elke uithaal. De trompetist staat achter een pilaar. Ik zie alleen het goudkleurige instrument met haar handen eromheen af en toe tevoorschijn komen. Ik was vergeten hoe mensen in het echt muziek maken. Dat je dat kan voelen in je hart. 3. Voordat ik verhuis, gebruik ik het lege huis van beneden om te tekenen. Ik en twee anderen wonen boven een leegstaand huis. De man die er woonde is dood en weg. De muren zijn leeg en ze dragen alleen de schimmen van de schilderijen die ze droegen. De vloer is verkleurd op de plekken waar geen kleed of stoel of bank heeft gestaan. Er hangen op verschillende plekken snoeren uit de muur of het plafond. 'S Nachts kan het hier alleen maar donker zijn. Met volle maan ben ik op mijn sokken naar beneden gegaan. Mijn ene huisgenoot sliep en de ander keek een film, denk ik. Het geluid van het openen van de deur beneden klonk door het hele huis. Alsof alles meer geluid maakt als het donker is. Ook mijn adem, het kloppen van mijn hart. Ik onderdrukte het gevoel om te hoesten. Het voelde gevaarlijk om met mijn rug naar het open huis de deur te sluiten. Dus sloot ik de deur achter mijn rug en bleef ik daar even staan. Een tijdje geleden hadden we de verwarming hier aangedaan omdat het boven anders onmogelijk warm werd. Hier was het benauwd. Het rook naar niemand. Ik wist dat de muren hier roze zijn, maar in het donker is alles grijs. Mijn tekeningen hangen hier nog. Alleen het wit ligt op. De haren van een jongen die omhoog lijkt te springen. Ik heb hem geen gezicht gegeven en heb daar spijt van. In het donker kan hij me met alle mogelijke emoties aankijken en ik weet niet of ik daar klaar voor ben. Er zijn witte lijnen van armen die door de lucht zwaaien. Ik teken mensen. Voornamelijk jongens, zie ik nu, om iemand te vinden. Het voelt alsof ik op zoek ben naar iemand, maar niet weet wie. De doeken bedekken bijna alle wanden. Ze vullen het huis met spoken van bewoners. Bewoners die hier ontbreken, maar nog wel te voelen zijn. Er hebben 30 jaar mensen gewoond, waarschijnlijk langer en hierna nog veel meer jaren. Zodra het april is, zullen ze de muren breken die niks dragen en kijken hoe de inrichting ruimte kan maken voor meer dan één huis. Ze zullen de herinneringen ombuigen naar formaties voor nieuwe belevenissen. Niemand zal weten dat ook ik hier heb gezocht. Waarschijnlijk kom ik erachter wie ik zoek als ik stop. Op het moment dat ik mijn bril van mijn hoofd afhaal en tussen mijn oogharen doorkijk. Als ik alles bij elkaar leg en het één ding kan laten zijn. Mijn papier begint op te raken. 15 meter is niet lang genoeg voor 3 weken. Ik zou op de muren kunnen tekenen, maar zij zullen sneller verdwijnen dan mijn beddengoed. Mijn lakens kunnen betekend worden. Ik hoef mijn deken er niet uit te halen, ik slaap erin. Al mijn kleren kunnen doeken worden. Ik zal de rest van deze tijd gekleed zijn in strepen, stippen, bloemen, ruiten. Misschien word ik daar ook wel wat vrolijker van. Het gaat niet goed en ik verlang naar de zee. Ook de zee is iets dat je niet kan maken. Je kan veel water hebben, golven maken zelfs. Maar de zee kan geven en nemen, ademen. Ook de zee leeft. Je kan niet voorspellen hoeveel golven de zee per dag maakt. Je weet niet wanneer de zee land meeneemt of geeft, hoe het iets meeneemt. We weten hoe onze voeten kunnen verdwijnen in het zand, maar niet waar ze naartoe gaan. De spanwijdte van je armen is net zo breed als dat je lang bent. Toch kunnen knuffels van mensen die net zo groot zijn als ik, groter voelen. Alsof ze meer vleugels hebben dan armen. Vleugels die ruiken naar moeders. Misschien kan ik het voorbeeld opvolgen van Pygmalion. De beeldhouwer die het standbeeld dat hij maakte tot leven wist te wekken.
Een ivoren beeld van een prachtige vrouw waar hij verliefd op wordt en zodra ze tot leven is gewekt ook mee trouwt en een kind mee krijgt. Ik ben niet verliefd op de mensfiguren die ik maak. Ik ben wel benieuwd wie ze zijn, hoe ze zijn. Ik zou wel met ze willen praten, willen weten hoe hun knuffels voelen, ontdekken hoe hun stemmen klinken. Ik zou vaker willen luisteren zonder dat ik weet waar iets vandaan komt. 4. Ik woon in een nieuw huis. We hebben een gele voordeur, een beetje dofgeel, door de zon waarschijnlijk minder fel dan hij ooit was. Alsof de zon jaloers besloot de deur minder zonnig te laten zijn. Er zijn 3 huisgenoten die ik toen ik hier kwam niet kende. We hebben een tuin, daar zit ik vaak. Er vliegen veel pluisjes door de lucht, afkomstig uit de hazelaar die hier staat. Je moet er veel van niezen. We eten hier taart, toetjes en fruit uit gele bakjes in de vorm van een aardbei. In de woonkamer ligt een houten vloer. De planken zijn ooit grijs geverfd, maar krijgen nu hun kleur weer terug op plekken waar geleefd wordt. Je kan alles uit dit huis halen en de vloer zal een kleurplaat zijn. Je kan er 6 stoelen in kleuren die 5 jaar heen en weer geschoven zijn aan een tafel. Je kleurt een zware stoel op de plek waar 2 halve manen naartoe wijzen. Er is blijkbaar getwijfeld over zijn plek. Er lopen paden van de deur naar de keuken, naar de tuindeur. Oh, hallo. Je kan een mens inkleuren op de plek waar iedereen alles snijdt of in een pan roert. Ik kan zien waar je het beste kan staan, zitten of leunen. Hoef het niet eens meer zelf uit te zoeken. Het buurmeisje heeft een mini Vespa. Die werkt op batterijen en geluiden maakt zoals toeteren en brommen. Mijn kamer heeft zoveel kleedjes op de vloer dat ik altijd stil kan lopen. Het voelt goed om een zachte kamer te hebben. We hebben een bad waar al jaren geen water in heeft gezeten. Het schijnt dat het lek is. Bewoners van dit huis hebben dit bericht elke keer doorgegeven aan de bewoners na hen, maar ik zit er stiekem over na te denken om het te testen. Er is een pannenkoekenplant die zichzelf door het hele huis voortplant. En als hij ook in mijn kamer staat, ben ik denk ik echt thuis. 5. Onze eerste afspraak heeft 13 uur geduurd. Ik sta met mijn gezicht naar een park, mijn rug naar huis en er is een broodjeszaak met vanaf 75 cent op de hoek. Ah, ik kom wel naar beneden, ik weet waar je bent. Ik sta naast een rode fiets. Mijn geleende rode fiets met mijn streepjes sjaal eromheen, zodat hij meer van mij voelt. De remmen snap ik niet. Het is een racefiets. Maar we willen snel gaan vandaag. Niet omdat we haast hebben, maar omdat we er zin in hebben. Dus jij studeert af. Daar lijkt het wel op. Ik vertel over mijn eerdere studie in Zwolle. Dat ik erachter kwam dat je dingen niet voor een ander maakt. Dat ik ontdekte dat je nooit moet denken dat er iemand op je zit te wachten. Dat op jezelf wonen meer is dan ontdekken hoe het is om alleen te zijn. Hoe belangrijk geluiden achter muren kunnen zijn. Ik vertel over de dagen waarop ik twijfel over wat ik maak. Dat ik verwacht dat iedereen beter zal zijn dan ik. Dat de mensen waarvan ik wil dat ze opdagen niet komen. Ik ben bang dat alles een vergissing was. We fietsen naar het strand. Het is de zee waar ik ook altijd met iemand anders naartoe ging. Je hebt een fiets die kleurt bij je kleding. Zelfs de sigaartjes die je rookt horen bij je. Ze ruiken naar vanille. Je bent de eerste die langer is dan ik, maar wel dezelfde lengte vingers heeft. Ik ben gefocust op je lichaam, merk ik. Je loopt huppelend. Je kan bij elke stap de lucht invliegen. Je oren staan een beetje naar buiten. Lijken groter dan ze hadden moeten zijn. Je zegt dat je bang bent voor hoe groot ze zullen worden. Je ogen zijn blauw, lichtblauw met stipjes geel rond je pupillen. Ondanks de keren dat ik je heb gezien met een openhangend overhemd, blijf je een witte borstkas hebben met een rood-bruin driehoekje onder je nek. Ik probeer te ontdekken of je overal zoveel moedervlekken hebt. Ik merk dat ik vooral vaak bang ben. Ik ben bang geweest om jou een bericht te sturen, bang dat je het stom vindt als ik je vanuit het niets vraag met me mee te gaan. Dat is iets kleins natuurlijk, maar zoiets kan uitgroeien en meerdere dingen beïnvloeden. Zoiets minuscuuls als een berichtje kan veel van het verdere leven bepalen, snap je? Probeer me voor te stellen hoe we in de toekomst kunnen zijn. Of dit ook tot stand was gekomen zonder jouw toenadering. Ik leg mijn benen over die van jou. Mag dit?
Natuurlijk, je legt een hand op mijn knie. Zoek oogcontact. Zwarte letters in een geel reflecterend bord. Het is een uitrit voor groot bouwverkeer, maar er is niemand met wie ik oogcontact kan maken. Het is stil op straat. Overdag is het drukker dan je zou verwachten, maar 's avonds is er niks te doen. Bedenk me dat ik nog een brief moet schrijven. Donderdag 14 mei 2020. Lieve Job, bedankt voor je brief. Ik heb er zin in dat onze verhalen weer eens kruisen, want dit duurt me allemaal veel te lang. Ik zit momenteel in een atelier. Ik mag er werk maken, de ruimte innemen, maar het lukt niet helemaal. Er staat nog van alles in van anderen en het is maar voor een paar weken. Het plafond is hoog, dat is heerlijk. Kan een hele wand vullen met alles wat ik teken, als een soort salon. Ik kan een kant op kijken en in één opslag zien wat ik de afgelopen dagen heb gemaakt. Van de 5 doeken die ik heb betekend zijn er denk ik 4 gelukt. Het is interessant dat iedereen die binnenkomt als eerste naar één specifiek werk toetrekt. Misschien omdat het dichtste bij de deur hangt. Ter informatie, het is een jonge man met een salamander op zijn hoofd. Rood krijt op een geel vlak. Hij kijkt een beetje treurig naar beneden, naar beneden. Je kan als kijker twijfelen of hij weet dat er een salamander op zijn hoofd zit. Of hij zijn hoofd naar voren buigt om het beest te laten zien of omdat hij verdrietig is. Het gekke is dat zijn mond eerst glimlachte, maar naarmate de tekening zich verder ontwikkelde steeds treuriger werd. Ik ben er niet over uit of het door mijn gemoedstoestand kwam of dat het gewoon gebeurde. Ik heb iemand leren kennen wiens knuffels mij doen denken aan de jouwe. Jij snuift ook vaak een beetje mijn haar als je mij vastpakt. Vertel me snel over jou. Misschien kunnen we ook eens bellen. Liefs Veren. Ik ben gaan zwemmen in een onbekend meer. De steigers waren verstopt tussen het riet. Ik fietste mee met jouw vrienden, met wie ik samen in een huis woon. Ze zijn al jaren vrienden. Een groep. Er haakten steeds meer mensen aan die ik niet kende, maar ik kon me er verrassend goed in passen. Ik voelde me goed op de steiger die jij uiteindelijk gevonden had met al die mensen. Ik voelde me thuis genoeg om af en toe mijn hoofd op jouw schoot te leggen. Ik luisterde, vertelde ook. Een vriend van jou heeft een vogel op zijn borst die ik wel had willen tekenen. Jij hebt geen tekening op je lijf. Voordat ik zoiets aandurf, zou ik eerst een jaar lang dezelfde afbeelding op mezelf willen tekenen. En als ik daar dan geen zin meer in heb, dan is het ook niet waard om echt voor altijd een tekening op mijn lijf te hebben. Heb jij een tattoo? Mijn huisgenoot lacht veel vandaag. Hij is iemand waarbij je je best moet doen voor een lach. Het lukt me steeds vaker. Als je hem aan het lachen krijgt, worden zijn ogen heel klein en vind ik hem ineens veel mooier. Hij vertelde me tijdens de fietstocht dat hij eindelijk seks heeft gehad met het meisje dat hij leuk vindt, vannacht. Toen ik in de kamer ernaast met jou lag te slapen. Ik heb me afgevraagd wat jij van haar vindt. Ze is erg knap, ze heeft kuiltjes in haar wangen en haar huid ziet er zacht uit. Ik denk dat ik als ik jou was geweest wel op haar was gevallen. Ikzelf zou niet verliefd op haar kunnen worden. Ik vind jongens ingewikkeld genoeg. Ik vraag me af of ik ook vanaf mijn 10erjaren met jullie bevriend had kunnen zijn. Dan had ik ook bij de zee kunnen opgroeien. Was jij misschien wel mijn eerste liefde geweest? Was ik beste vriendinnen geweest met het meisje dat mijn huisgenoot leuk vindt? Ik denk dat ik wel een oogje had kunnen hebben op de jongen met de vogel. Ik had me soms geïntimideerd kunnen voelen door het meisje dat zoveel praat. Ik had meer hardop gescholden. Want jullie schelden veel. Niet erg hoor. Maar meer dan ik nu doe. Misschien was ik ook wel vandaag met jullie gaan zwemmen. Ik vind het een prettig idee dat deze dag er sowieso was geweest. In elk leven, in elk verhaal. Dat deze mensen sowieso op 9 mei 2020 op deze steiger terecht zouden zijn gekomen. Op duizenden manieren. In mijn archief zit ook een beeld uit de film van Black Moon uit 1975 van Louis Malle. Het is een shot waar een oude vrouw op de borst van een jonge vrouw in slaap valt. Een vrouw met een ontbloot bovenlijf die een slang boven haar hoofd houdt. Foto's van een hond die met zijn of haar baasje yoga-houdingen meedoet. Vooral de hond zou ik wel willen tekenen. Morgen zal ik verder werken. Ontdekken of ik met jou in één ruimte ook werk kan maken. Ik
weet niet hoe ik eruit zie als ik teken. Of ik frons, of dat ik chagrijnig kijk. Of gelukkig zelfs misschien. Steek ik mijn tong uit, zoals ik dat vroeger ook deed. Vroeger toen ik mijn eigen kleurplaten maakte. Voor de hele klas op een bepaald punt. Dat ik ontdekte dat ik het niet leuk vond dat een vriendinnetje haar ingekleurde tekening, waarvan ik de lijn had gezet, aan haar tante wilde geven. Ze zou niet vertellen dat ik het fundament had gelegd. De eerste keer dat ik mij afvroeg wanneer iets van jou is, of van mij, of van niemand. Is je naam ergens onder zetten genoeg? Van wie is mijn idee als iemand anders het uitvoert? Duizenden gingen ons al voor in deze vraag en toch weet ik het antwoord nog steeds niet. Ik neem even een slokje water. Je mag ook even zuchten. Oké, 6. Toen ik in de bus zat en er iemand binnenkwam die net zo rook als jij, kwam ik erachter dat jij altijd naar iemand anders rook. Naar iemand die zijn haar waste met dezelfde shampoo van André Lon, dezelfde parfum opdeed. Dat als ik jou op geur zou moeten zoeken, heel veel anderen zou kunnen vinden. Dat jij blind iedereen kan worden, of iedereen jou. Dat ik jou vaak nog aan mijn kleren kon ruiken als ik weg was. Wanneer je me vastpakte, kreeg ik een stempel die ik op een gegeven moment niet meer wilde. Soms kwam ik thuis. Kleren aan die bij jou waren geweest, een lijf gewassen in jouw douche, haren nog nat van jouw shampoo met jouw water, handen die uit jouw nek waren gekropen. Ik werd een beetje van jou, rook niet meer naar mezelf. Je was een van de weinigen die nooit iets heeft gezegd over mijn geur. Je snoof niet zoals Willem in mijn nek, vragend welk geurtje ik op had gedaan of dat ik het zelf was die zo lekker rook. Vervolgens afweek naar mijn oksels en ook daarover zei dat het lekker rook. Hij noemde mijn geur zoetig. We spreken elkaar niet meer, dat is mijn schuld. 3:10, ik draag weer meer kleur. Waarom heb je eigenlijk zoveel boeken? Omdat ik van lezen hou. Maar een boek 1 keer lezen is toch voldoende? Waarom zou je ze allemaal bewaren? Er zitten levens in boeken die we niet allemaal in 1 leven kunnen leven. Ik wil je vertellen dat ik in Noorwegen ben geweest. Heb gewoond in een landhuis. Vrienden ben geweest met een seriemoordenaar. Maar je snapt het niet. Misschien komt het omdat je dood had kunnen zijn. Dat je de levens die ik uit boeken haal allemaal in het echt wilt leven. Wil je in mijn leven stappen omdat het zo anders is dan dat van jou? Wil je tijd doorbrengen met mijn vrienden om even de mogelijkheden te proeven? Het gat dat iemand ooit in jouw buik heeft gestoken lijkt nog altijd te branden. Een knipperend licht dat jou eraan herinnert dat er niet genoeg tijd is. Nooit. We leerden elkaar zittend kennen en dan vergeet je vaak hoe lang iemand is. 12:22. Ik ben benieuwd hoe het met je vader gaat nu. Of zijn hart alweer zelf kan kloppen. Ik heb net per ongeluk de soep gekocht die we vaak samen aten. Wil je nog wat koffie? Je zong deze zin. Het woord koffie rekte je uit, zong je de hoogte in. Ik lachte. Dat wil ik wel. Terwijl jij met je rug naar mij toe koffie in het filter schepte, vroeg ik waarom je zo vaak zinnen zingt. Als zinnen te saai zijn, zing ik ze. Je vond veel zinnen te saai. Daarom las je ook niet zoveel, denk ik. Ik kroop op mijn knieën langs de kroeg waar we allebei te veel mensen kenden, terwijl jij naast mij liep. Ik vond het grappig, we lachten erom, maar ik begreep niet waarom we het stiekem deden. Je kuste me in de bioscoop, maar niet op straat. 22:56. Slaap je al? Moet je nog steeds 's ochtends vroeg werken bij Maarten of is de film al af? Ot en Sien zouden ze kunnen heten, hadden we bedacht. Je hebt het zelfs opgeschreven. Ik nu ook, achteraf. Ik vind het jammer dat ik er niet achter heb kunnen komen wie je bent als jezelf. Met je eigen geur, een beetje vies, zweterig, zonder meteen alles weg te spoelen onder de douche. Je vond het niet leuk als ik voor de grap in je lip beet. 23:36. Waarom vond je het eigenlijk niet leuk als ik in je lip beet? Ik teken een hand groter dan die van mezelf.
Als ik mijn hand eroverheen leg, lijkt het net alsof ik iemand probeer te troosten. De hand hoort bij een mens die iemand anders omhelst. Ik weet niet wie het zijn, maar we weten wel meer dingen niet. Ik denk dat ik graag had gewild dat je enthousiast was over de dingen die ik maakte. Dat je eens vroeg of je naar het atelier kon komen. Vooral hoopte dat je het werk van anderen dat je daar zou zien niet mooier zou vinden. Wanneer weet je of iets af is of uit, zodat hetzelfde kunnen zijn? Vorige week vroeg iemand in jouw straat of ik in jouw straat woonde, omdat hij mij daar meerdere malen ergens naar binnen had zien gaan. Ik voelde me betrapt, zoals op mijn 17e toen ik ergens was waar ik niet mocht zijn. Het gegeven dat er altijd iemand is die wilt weten waar je bent. Onvoorwaardelijke interesse. Ik ontdekte dat ik stiekem naar technofeestjes kon gaan en dat mijn moeder mij vertrouwde als ik zei waar ik was. Aan het begin van zo'n avond vond ik iedereen mooi. Iedereen was lief, gretig, enthousiast. Iemand zei dat hij het leven nog nooit zo prachtig had gevonden. Maar hoe langer de nacht duurde, hoe lelijker iedereen werd. Ikzelf waarschijnlijk ook. De magie van alle armen, lijven, lichten, het geluid dat binnenin mij leek te zitten, leek langzaam weg te glijden, verzamelde zich in de plasjes bier en glitter. Ik zag het toen niet. Ik keek naar boven. Dacht aan alles wat nog zou komen, want dit zou het leven kunnen zijn. Mijn moeder belde. Ze belde nadat ik had gezegd dat ik in bed lag. Er was nergens genoeg stilte om de illusie te kunnen wekken dat ik in een huis was. Er was niet genoeg rust om te liegen. Ze vertrouwde dit oudere kind niet meer. Ik nam niet op en ben na een maand op mezelf gaan wonen. Yuri Gagarin was de eerste man in de ruimte. Hij was Russisch en zijn kapsel lijkt op dat van jou. Het zit netjes in een krul naar links die eindigt bij je oor. Je had Yuri kunnen heten. Die naam vind ik mooier dan je eigen naam. Je had ook kunnen leren vliegen. Eerst door de wolken in een dubbeldekker, later in een baan om de aarde. Je had verliefd kunnen worden op iemand die Valentina heette. Je had kunnen trouwen op de dag van je afstuderen. Je had op je 34ste kunnen sterven in een straaljager, maar je bent nu al 38. Je hebt geen vrouw, geen kinderen, geen cosmonautentrainingcentrum dat naar je is vernoemd. Je hebt gewoon een oranje bank. 7. We zijn over de helft, jongens. Al een tijdje trouwens, maar... 7. De ramen zijn beslagen, maar er is toch niemand die naar buiten wil kijken. Alle stoelen lijken bezet en er zijn mensen die naar binnen lopen en denken dat het vol is. Achter de bar staat een meisje die zo vaak haar haar naar achter heeft geduwd dat er een plukje omhoog is blijven staan. Ze danst soms even als er een nieuw nummer begint. Mijn schuim is al verdwenen voordat het aan mijn lippen heeft kunnen plakken en de bierveeltjes zijn gelig van de eerdere glazen die erop stonden. Het is niet erg, want ik hoef er niks meer voor jou op te schrijven. Aan het eerste tafeltje bij de deur zit een man die me net vertelde dat hij een vreselijk saai boek aan het lezen is. Maar dat hij dat al wist voordat hij eraan begon, want dat had de vorige eigenaar erin geschreven. Dat was toch een geruststelling, vond hij. Hij schrijft hier ook wel eens brieven, maar dat doet hij meestal aan het vijfde tafeltje. Aan een vriendin in Canada. Ik weet niet of hij doorheeft dat ik dat soort dingen onthoud. Soms vergeten mensen dat ik dingen onthoud. Of juist vergeet. Zoals jij. Ook jij zat aan het eerste tafeltje, gaf krassen aan de tafel met je huissleutel. Schrok elke keer een beetje als de deur openging en frisse wind meenam. Er zijn mensen die zich storen aan mensen die zoenen aan de bar. Er zijn ook mensen die zich storen aan hete zomerdagen. Mensen zien je niet als je jezelf niet ziet. Soms glimlach je als iemand per ongeluk tegen je aanloopt. Je raapt een sjaal op van de grond en hangt hem terug aan een haakje, maar je hoeft niet mee te doen. Je wordt een stukje van het café. Jij zei dat als je mocht kiezen, een vuurtoren zou zijn. Ik een caravan, allebei om meer te kunnen zien. De beste barmannen en vrouwen zien niet alleen wanneer iemand iets wil bestellen, maar ze zien ook wanneer je een kaars moet vervangen. Ze komen naar je toe met een kaars waar het lontje nog een touwtje is en steken hem aan met zijn voorganger om hem vervolgens te gebruiken als nieuwe fundatie.
In het kommetje van een kandelaar zitten meer dan 100 avonden met elkaar versmolten. Uren die samenkomen in dat ene kuiltje, elkaar vertellend wie ze hebben verlicht, wat ze hebben gezien, gehoord. In de vensterbank zitten mensen die vlekken maken in de condens. Ze maken abstracte vormen van ruggen, schouders, ellebogen en achterhoofden. Raampjes voor de mensen die buiten langs lopen. Er liggen sterren in alle ogen en glazen. Als schaapjes steken mensen elkaar aan. Ze volgen elkaars blikken naar de klok en naar de barvrouw. Weinig zullen opmerken dat de klok een kwartier te laat staat en zijn thuis blij dat ze er al zijn. Dat het meevalt. Dat ze een kwartier cadeau hebben gekregen. De barvrouw zegt fijne avond. Ze glimlacht erbij en ik geloof dat ze het meent. De buitenlucht is aangenaam. En als ik kon roken zou ik dat nu doen. Ik heb het vaak geprobeerd. Maar mijn keel sluit zich simpelweg als ik probeer te inhaleren. De rook een paar seconden in mijn mond houden lukt, maar ik krijg het niet verder naar binnen. Soms dacht ik het te kunnen, keek ik jou trots aan, wanneer je je hoofd schudde en voorzichtig de sigaret van mij overnam. Jammer, het staat je wel goed. De tekst van de kaart die ik kreeg van mijn moeder leek vluchtig. Alsof ze de kaart al half in de bus had geschoven en zich toen bedacht dat ze er nog iets op moest schrijven. Een groet die op elke andere kaart had kunnen staan en een kus. Zou de postbode alles lezen? Of raak je daar ook verveeld van? De afbeelding op de kaart was een ouderwetse foto van een man die uit een circus leek te komen. Een snor met een krul aan elke kant en bretels om zijn broek omhoog te houden. Hij was aan het jongleren met 7 versies van zijn eigen hoofd. Mijn eerste gedachte was dat dat onmogelijk was. Niet alleen omdat het zijn eigen hoofd was, keer 7, maar vooral omdat een hoofd gewoon heel zwaar is. 4 tot 6 kilo ongeveer. 1/12 deel van je lichaam, 8% van je totale gewicht. De foto voelde heel belangrijk. Belangrijker dan de tekst die erop stond. Alsof de man met de snor mij een geheim probeerde te vertellen. Iets waardoor de dingen minder zwaar voelen. De stad wordt omgekeerd in de rimpelloze grachten en misschien is dat waar alle keuzes anders gemaakt worden. Een parallel waarin je andere dingen had gedaan. Een stad waar je nu wel naast me had gefietst. In het donker zijn er geen kleuren. Voor kleuren heb je licht nodig. Voor het slapen gaan na een liedje vertelde mijn opa dat ooit aan mij. Kennis waar ik niet meer van kon slapen. Ik bleef het licht aan en uit doen. Dacht te zien dat mijn dekbed blauw was, ondanks het gebrek aan licht. Maar misschien was dat alleen zo omdat ik dat al wist. In het donker viste ik dingen uit de kast. De lakens lagen op mijn kamer omdat mijn kast het grootste was. En één voor één haalde ik ze eruit. Probeerde te zien welke kleur ze waren. Om daarna het licht aan te doen en te zien of het klopte. Het klopte niet. Ik dacht te weten wat ik kende door de vorm, maar bleek veel meer te zijn. Jij bleek veel meer te zijn. Als puber wenste ik de jongen te ontmoeten op wie ik verliefd zou worden. Toen er na alle vallende sterren, wimpers, paarden, bloemen, klavertjes 4 en gelijke nummers op de digitale klok niks gebeurde, bedacht ik mij opeens dat ik hem misschien al kende. Of dat ik te vroeg was. Ik had tenslotte niet gewenst wanneer dit alles moest gebeuren. Met jou begon de wereld de andere kant op te draaien. Er komt een ambulance langs. Hij rijdt snel en ik wacht op hem. Ik wacht om de mannen in de ambulance te laten rijden naar hun eindbestemming. Jij vertelde eens over het ongeluk dat je had op je motor. Als je nog geen ongeluk hebt gehad, krijg je er nog wel een. Het risico dat erbij hoort, want je bent onzichtbaar. Je moet altijd rijden alsof je onzichtbaar bent. Het klinkt als iets prachtigs. Dat je op zo'n ding kan stappen en kan verdwijnen. Niemand kan je meer zien, maar je bent overal. Je slingert door bochten, rijdt van heuvels, haalt iedereen in, want dat moet als niemand je ziet. Rij altijd zo vrij mogelijk. Tot iemand je van achteren raakt. Dan verdwijnt je onzichtbaarheid. Dan is de spreuk verbroken. Je wordt geraakt en je verschijnt. Als de zon die opeens achter de wolk tevoorschijn komt. Of hoe het donker is geworden als je de supermarkt uitloopt. Opeens, terwijl je toch het gevoel had het te kunnen weten.
Zelf weet je van het moment daarna niet meer zoveel, maar is je van alles verteld. Alsof het een foto uit je kindertijd was, die door alle verhalen erbij als een herinnering is gaan voelen. De ambulance kwam snel, je lag praktisch naast het ziekenhuis. Je lag op je rug, armen langs je zij, gezicht naar boven, zoals je ook slaapt. Je gezicht en je lijf werden pas de dag daarna blauw. Je was kapot, maar niet zo gebroken dat je er nu nog last van hebt. Alleen je rug doet snel pijn als je te veel stress hebt. Maar daarom ga je ook zo vaak op vakantie. Toen je erachter kwam dat je te weinig las en meer wilde lezen, sprak je met jezelf af dat je in de trein of elk ander openbaar vervoersmiddel moest lezen. We gingen samen met de trein naar Keulen en we hebben nauwelijks gepraat, maar je las wel je boek uit. Af en toe las je voor en keek ik uit het raam. Het begint op zo'n manier te regenen dat ik het nog kan negeren. Ik probeerde sneller te fietsen, maar fietste eigenlijk al best snel. En nog sneller is net iets te vermoeiend op het moment. Zat ik nou maar ergens achterop? Of kon ik de berg af? Iets waardoor mijn benen minder zwaar voelen. Ik had al 3 keer bij jouw huis kunnen zijn, maar ik weet inmiddels dat je daar nooit meer bent. Je zei een keer dat ik geen sorry meer tegen je mocht zeggen. Het is onzin om sorry te zeggen. Als dingen gezegd of gedaan moeten worden, hoef je je daar nooit voor te excuseren. Je zegt gewoon wat je zegt. Ja, sorry, ik bedoel geen sorry, je hebt gelijk. Sorry dat ik vergeten was dat je niet van champignons houdt. Voor mijn haren in het putje die ik er nooit uithaalde. Dat we elkaar niet meer zien. Voor mijn moeder die vroeg of je stem altijd zo schor was en bleef doorvragen over dingen waar je duidelijk niet over wilde hebben. Dat ik jouw tandpasta stal. Voor mijn humeur dat ik geen karaoke nummer met je durfde te zingen. Dat je vaak een haar van mij in je mond kreeg als we zoenden voor het vergeten van je verjaardag. Dat ik mezelf niet serieus genoeg nam. Dat ik je witte wollen trui te warm heb gewassen. Jij kocht een auto en ik mocht erin laten liggen wat ik wilde. Het was een gele auto die je altijd meteen zag staan tussen alle andere auto's. De bijrijdersstoel stond ver naar achteren en kon niet naar voren. Je zat altijd alsof je in slaap wilde vallen. Er lag een stratenboek in de auto die uit elkaar begon te vallen met achterin een overzicht van Nederlandse vogels en planten. In de auto probeerden we onze telefoons nooit tevoorschijn te halen. Alleen in noodgevallen mocht je bellen en de weg vonden we met het stratenboek. We belanden daardoor een keer in een woonwijk die in het boek nog niet bestond. We wilden over een brug rijden die er niet meer was. Meren waren gegroeid of geslonken, rotondes waren ontstaan en de steden hadden meer huizen gekregen. Ik heb wel eens gedacht dat je het boek speciaal voor ons twee had gekocht, voor onze reizen, maar later bleek dat het boek al in de auto lag toen je hem kocht. Je speelde in een band genaamd Sushi Swift. Sushi as in Everybody Loves Sushi en Swift as in Taylor Swift, you know? Iedereen lachte om je en ik werd verliefd op hoe je danste. Alsof het je niks uitmaakte. Je hoofd leek af en toe los van de rest van je lichaam te bewegen en jouw schouders maakten wiegende bewegingen. Af en toe schudde je nonchalant een arm of een been een kant op en zelfs dat paste in de dans. Ik schaamde me toen ik wenste dat ik jouw microfoon wilde zijn. Na het optreden bleek ik de hele avond naast een vriend van jou te hebben gestaan en je stelde je aan mij voor. Nice to meet you. Aan het einde van de eerste date kwam ik er pas achter dat je Vlaams was. Je was bang dat ik je niet leuk zou vinden met een accent en besloot mij te versieren door te praten als een Engelsman. Het had gewerkt, maar het kwam niet door de taal. Het kwam door hoe je bewoog, dat je nooit op de kaart hoefde te kijken om te weten wat je wilde drinken of eten. Dat je altijd aan alles wilde voelen. Mijn jas, mijn trui, de tafel in het café, de vorm van het glas, de omslag van het boek, etc. Alsof je alle dingen om je heen liefkoosde, wilde leren kennen. Je op alles dat goed zou kunnen voelen verliefd kon worden. Dat je iedereen altijd voorrang gaf. Dat je je niet geneerde als je de enige was die heel hard lachte in de bioscoop. Dat je altijd heel hard lachte. Er was een dag dat je me niet wilde zien. Je wilde alleen zijn en was chagrijnig. Je zou niet gezellig zijn. Toen dacht ik nog dat het een goed idee was om wel langs te komen. Je te laten lachen, of juist huilen misschien. Dat ik je dan kon troosten.
zou zeggen dat alles goed kon komen. In jouw huis stond een opgezette zwaan. Een zwaan met lichtgespreide vleugels. Klaar om weg te willen vliegen. Nou, tot daar. Dankjewel voor het luisteren. Ook als je thuis alles hebt geluisterd, dankjewel. Dit is nog een onderdeel van onze expositie. Morgen en overmorgen kan je nog komen kijken. Van 4 tot 8 en van 8 tot 9 is er ook weer een live performance die je ook online kan kijken. En kom ook vooral nog langs in augustus. Want dan hebben we nog meer werk te zien. En dan is dit wat ik hier heb geschreven een echt boekje. En zit er waarschijnlijk nog een klein stukje aan. Dus dan kunnen jullie daarvoor terugkomen en dat komen kopen met heel veel geld. Of met liefde. Misschien werkt dat ook wel. Nou, dankjewel. Dat was het. Nou.